hier zijn vier dappere kinderen. Die gaan de escape room van de Vrijstaat in. En of ze er weer uitkomen? Ik heb geen idee. Dan moet je blijven kijken. Ik ga blind een boterham smeren, want dan kan je ervaren hoe dat was. Hoe het is om blind te zijn? Ja. Oké, okay, nou, laat maar eens zien dan. Ik heb zelf heel erg een fascinatie voor kleine diertjes, voor kleine wezentjes, miniatuurwereldjes en voor mysterie. En daarom hebben we het Innipark gecreëerd. Het Innipark, kun je daar iets meer over vertellen? Het Innipark is een onderzoekscentrum van de biologe Tina Daas. En Tina Daas die heeft een paar jaar geleden een nieuwe diersoort ontdekt. Namelijk de inies. Dat zijn kleine knaagdiertjes. En ze is erachter gekomen dat deze diersoort heel erg bijzonder is. En heel belangrijk kan zijn voor mensen. Ik begrijp dat ze ook nog iets heel goeds kunnen betekenen voor de mens. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ze hebben namelijk hoorntjes en in die hoorntjes zit een stof. Waarmee we een geneesmiddel kunnen maken voor mensen. Aha, en wat kun je ermee genezen? Blindheid. Ja. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk, maar tegelijk denk ik ook, dat is ook een beetje zielig voor die inies. Ja, dat klopt. Ja, en dat is dus ook de vraag eigenlijk hier van dit avontuur. Wat zijn jullie nu aan het doen? Wij zijn nu de hoorns van de innie aan het maken. Dus we denken een beetje van hoe kan dat eruit zien en hoe ziet het eruit? Okay. Je mag het zelf fantaseren of? Ja, je mag het zelf fantaseren. Yeah. Oké, okay, superleuk. Ja, dat ja. En dan kijk je een beetje naar het bord. Van en laat eens kijken, welke heb jij nog gemaakt? Ik ben nu bezig met... ik denk een beetje puntig iets waar als een innie zeg maar steekt. Dat er dan meteen, dat er dan meteen iets in vrijkomt. Waardoor je meteen weer kan zien. Dus zeg maar dat het niet per se een drankje hoeft te zijn. Maar dat het ook gewoon, ja... Een soort van gif. Een soort van gif. Dat onderzoek, dat had ik moeten doen, maar dat ben ik vergeten. Willen jullie me helpen om dat onderzoek te doen? Ik snap het, denk ik. Ja? Waar zijn we hier? We zijn voor het laboratorium. Daar mogen wij eigenlijk niet inkomen. Alleen Tina Daas. Maar nu gaan we, omdat het echt noodgeval is, er wel in. Maar jullie helaas niet. Ik ga straks... De camera gaat er niet in. Nee, ik snap het. Goed, wij gaan hier niet naar binnen. Ga jij gauw, ja. Hey, daar zijn jullie. Wat goed zeg, dat jullie het gehaald hebben. En vertel, hoe was het? Heel leuk. Leuk. Wat heb je nou eigenlijk nodig zelf? Welke skills noemen ze dat tegenwoordig? Hè? Welke skills heb je nodig om hier uit te kunnen komen? Zou jij het kunnen? Je moet goed kunnen dingen kunnen onthouden. Want bijvoorbeeld dan staat er in de... Niks verklappen. Nou, er staat er in de ene kamer bijvoorbeeld die aanwijzing. En dat moet je dan onthouden voor in de andere kamer. Okay. Je moet... Ja, dat is denk ik wel een van de belangrijkste dingen. Oké, okay. Wil jij nog iets vertellen? Zeker naartoe gaan. Zeker naartoe gaan. Ja, jij bent assistent 87. Ja. Jij helpt de innies ook, hè? Ja, en ik werk voor Tina Daas. Aha, en wanneer zouden andere kinderen nou nog kunnen komen hier? Ja, iedereen is helemaal welkom om naar het Innipark te komen kijken in de weekenden. We hebben twee rondes, 1 om 12 uur en 1 om 3 uur. En iedereen is vrij om aan te sluiten. Dus reserveer via de website en dan zie ik je graag in het Innipark.